Leni van der Meer, overleden in het voorjaar van 2013, heeft veel betekend voor het aangepast zwemmen in Aalsmeer. Haar naam leeft voort in de Leni van der Meer bokaal voor valide en minder valide zwemmers. Een initiatief van de stichting Meer Armslag Aalsmeer. Stichting Meer Armslag zorgt er eigenlijk voor om het in het gat te springen voor de minder valide sporters die net op weg zijn naar de top. Om die daarheen te krijgen. Want het is moeilijk voor minder valide sporters. Die hebben meer geld nodig voor vervoer bijvoorbeeld, meer trainingen, meer zwemkleding. Om die te helpen naar de top toe. Want het juist het beginnende zwemmer tot aan de top, daar zit een gat. En daar is het minder geld verbonden. En daar willen wij proberen om dat op te vullen. Een van de drijvende krachten achter Meer Armslag is Gerda Stokkel. Ik geef training aan minder valide sporters omdat het zo ongelooflijk veel voldoening geeft. Je ziet zwemmers binnenkomen een beetje schuchter. Misschien kan ik het wel niet zo goed. En als je dan een jaar verder bent, dan komen ze helemaal groots binnen. Want ze kunnen inderdaad wel wat. En dat naar voren brengen, dat is het allermooiste van deze sport. Zelf heb ik Paralympisch gezwommen en ik heb gemerkt dat het heel lastig is om bij een club terecht te komen waar je met minder valide zwemmers bezig bent. Waar ook gekeken wordt naar de techniek. Omdat je bepaalde dingen niet kunt, wil je ze laten zien dat je op andere punten misschien wel veel beter bent. Dus je wilt het enthousiasme bij de kinderen krijgen, ook volwassenen. Om gewoon met heel veel plezier te zwemmen en te laten zien dat je ondanks je handicap nog wel heel goed kan sporten. Neem bijvoorbeeld Bram. Hij is geboren zonder armen, maar zwemt als de beste. Toen ik mijn A-diploma haalde, toen vroeg Leni aan mij of ik bij Oceanus wou toen. Dus toen kwam ik bij Oceanus. En eerst had ik toen mijn andere twee diploma's gehaald. En daarna ben ik gaan wedstrijd zwemmen. Als je denkt dat je het niet kan, je kan altijd leren zwemmen, want in water ben je zeg maar flexibeler dan niet in het water. Dus het maakt niet uit welke handicap je ook hebt, je kan het allemaal. En ik heb ook wel eens naar de Paralympische Spelen zwemmen gekeken. En daar zie je mensen die bijvoorbeeld maar één vinger kunnen bewegen en dat de rest verlamd is. En die kunnen dan wel gewoon zwemmen. Dus dan zou je eigenlijk met elke handicap kunnen zwemmen. Nou is de ene handicap de andere niet, dus dat wordt al gauw appels en peren vergelijken. Maar daar is een oplossing voor. In Nederland hebben we, trouwens internationaal, hebben we een keuringssysteem. Waarbij gekeken wordt wat de mogelijkheden nog zijn. Of je kunt drijven, of je beide ledematen kunt gebruiken. En dan heb je een klassificatiesysteem in S10 met minste handicap. S1 als zwaarste handicap. Daar zitten dus nog een aantal klassen tussen. En jij komt met jouw aantal punten bijvoorbeeld uit in de klasse S8. En alle andere zwemmers die gekeurd zijn in de S8 zijn jouw concurrenten. En zo hebben we dat opgelost. De stichting Meer Armslag Aalsmeer wil van de Leni van der Meer bokaal een jaarlijks terugkerend landelijk evenement maken. Het doel is dat de Leni van der Meer bokaal een grote wedstrijd gaat worden. Geïntegreerd tussen de valide en minder valide zwemmers en zwemsters. En ik heb zelf gezien dat dat ontzettend veel respect onder elkaar is. En dat vond ik prachtig om te zien. Dus tot volgend jaar, want dan gaan we weer zo'n hele mooie wedstrijd neerzetten.